Ja, we zijn vandaag te gast op Schiphol, waar wij onze hoogvliegersdag hebben. En waar we met zieke en gehandicapte kinderen gaan vliegen. En vanmorgen zijn 60 kinderen hier aangekomen op Schiphol. Onder andere in een konvooi met politiebegeleiding. Vandaag is Fina een keertje de hoogvlieger. En het is leuk, want Fina heeft nog nooit gevlogen. Dus dit is ook een hele nieuwe ervaring voor Fina. Het staat natuurlijk in het teken van het vliegen. Maar daarnaast is er heel veel te doen voor de kinderen. En dan gaan we aan het eind van de dag vliegen boven Nederland in een echt Peter Pan vliegtuig. Ja, wij gaan vliegen in de lucht. Bij de stad is kleiner. Ja, vliegen. Ja, we vliegen in een zuidelijke richting. De linker aan de rechterkant van het vliegtuig is heel mooi als meer te zien. Wij zijn net heel laag boven Nederland gevlogen en dat is super uniek. Dat hoorden we net door de luidspeakers. Echt, echt heel gaaf. We organiseren deze hoogvliegersdag op Schiphol om die kinderen een onbezorgde dag te geven. Maar daarnaast ook de ouders, opa's en oma's en broertjes en zusje. Echt een verwendag voor hun allemaal. Landingsbaan mochten wij met een hele stoet. Ja, wanneer maak je dat nou mee? Echt, het was fantastisch en heel indrukwekkend.